Op het circuit de Schans in Lichtenvoorde werden de twee laatste wedstrijden, de twee laatste manches in de 85 en 125 cc-klasse gereden. En wij gaan kijken naar de eerste manche in de 85 cc. Met onder andere daar met het nummer 181 Ralf Meeuwissen. 49, daar zien we ook nog Nau van Kruij. We zien met nummer 92 Jury van het Ende. En de kopstart, die is daar voor Mikkel Ringveld-Harup. En wie ligt daar dan op de grond? Dat is met het nummer 93. Ja, Goh Geerts, nog een van de betere rijders in dit kampioenschap. En helemaal aan kop hebben we dan deze Roan van der Moosdijk. Een super start voor hem. Hij deed het ook al heel erg goed tijdens de tijdtraining. Hij was namelijk de allersnelste voor Jaco Geerts en Jury van het Ende. En hij reed meteen een heel eind weg. Hier zien we ook nog met het nummer 38 Karsten Goede Geburen. Zit er goed bij. En met het nummer 72 hebben we dan ook nog Mikkel Ringveld-Harup, de man of de jongen moet ik zeggen, van de kopstart. En dan was het natuurlijk interessant om te zien hoe ver Jaco Geerts dan zou kunnen komen. De 13-jarige Belg staat derde in het kampioenschap. En zou die derde plaats ook kunnen houden. Hier met het nummer 92 zien we ook nog Jury van het Ende. En met het nummer 38 Karsten Goede Geburen. Achterna gezeten door Ringveld-Harup. Hier is dan weer Jaco Geerts. Jagend. Eerste ronde kwam hij door als 12e. Terwijl deze Roan van der Moosdijk een hele mooie voorsprong opbouwde. Zijn eerste seizoen in deze klasse. Wilde graag in de top 5 komen. En hier Jury van het Ende. Staat er ook goed voor in het kampioenschap. Op een 6e plaats voor dit laatste weekend. En er was nog een kans dat hij ietsje kan opschuiven in het kampioenschap. En datzelfde gold trouwens ook voor Roan van der Moosdijk. Twee toch wel belangrijke jongens die we hier missen. De Brit Conrad Mews is er niet bij. Hij is al kampioen. En Cyril Genot is er niet bij. Hij is de nummer 2 in het kampioenschap. Start niet meer in de 85cc, maar heeft de overstap gemaakt naar de 125. En hem zien we zo dadelijk nog. Dat betekende dus dat Mews de kampioen is voor Cyril Genot. En Mews was overtuigend kampioen, won onder andere 8 wedstrijden. Jury van het Ende zei al, hij zou nog kunnen stijgen in het kampioenschap. Heeft nog niet op het podium gestaan dit jaar. En ook nog niet na één manche in de top 3 gefinished. En hier zou dat dus kunnen gaan gebeuren in Lichtenvoorde. Mikkel Ringveld-Harup in gevecht met Jaco Geerts. En Geerts reed een hele goede wedstrijd. Wist dit jaar ook nog geen manche te winnen. Dat was natuurlijk ook niet zo makkelijk met Conrad Mews en Cyril Genot in het veld. Maar Geerts was al wel 2 keer tweede en 4 keer al derde. En hier Jury van het Ende. Goed op dreef hier. En hij was eigenlijk in deze eerste manche enige die een klein beetje in de buurt kon blijven van Roan van den Moosdijk. Die dus, zo leek het althans, op weg zou gaan naar zijn allereerste overwinning van dit seizoen. Hier van den Moosdijk. Best wel spannend natuurlijk. Als de eerste twee in het kampioenschap er niet bij zijn. En als Jaco Geerts dan ook nog ten val komt. En bovendien als je ook nog in de kwalificatie in de tijdtraining de snelste tijd hebt gezet. Dan is er misschien toch ook wel een klein beetje druk. Maar Van der Moosdijk reed uitstekend. Heel sterk. Karsten Goede Geburen moet dan oppassen voor de jagende Jaco Geerts. En die schuift dan ook weer op. Hier is Geerts er bijna voorbij. Maar goed verdedigend werk van Goede Geburen. En hier zien we dan de winnaar van de eerste match. Dat is Ryan van der Moosdijk. Hij wint voor Jury van het Ende en de derde plaats voor Geerts. Ja, deze eerste match ging heel lekker. En met 30 seconden gewonnen. En ja, dat vond ik wel heel leuk en fijn voor mij. Ik was in de start ook al gevallen. Was ik weggeschoven. En aan een paar ronden daarna was ik ook nog in een bocht gevallen. We hoorden dus Van der Moosdijk en ook Jaco Geerts. En dan gaan we gelijk door met de tweede manche. En Geerts heeft dan een hele goede start. En dit is Jury van het Ende. Die heeft eventjes de kop in handen. Hier is het Jury van het Ende. Tweede dus in die eerste manche. En wordt achterna gezeten door Jaco Geerts. Met het nummer 199 zien we dan Griekspoor. 49, dat is Nout van Kraai.
En hier Jago Geerts, derde dus in het Nederlands kampioenschap. En voor Jury van het Ende zou het inderdaad kunnen dat hij nog een plaatsje gaat stijgen in het kampioenschap. Goede geburen met nummer 38. En hier goed gestart trouwens in die eerste wedstrijd, Rick Elsinga. En dan missen we natuurlijk Roan van der Moosdijk, die het zo goed deed in de eerste manche. Hij kwam ten val en moest van heel ver komen. En zou uiteindelijk ook nog een heel eind komen. Met het nummer 49, Nout van Kraai. De nummer 4 in het kampioenschap voor dit weekend. En daar met nummer 199... Griekspoor, die in het kampioenschap ook nog net in de top 8 staat. En Jago Geerts. Hele goede inhaalrace dus in de eerste manche. Van de 12e naar de 3e plaats. En daarmee dus ook zeker van de 3e positie in het Nederlands kampioenschap in de 85e cc. Van Kraai. En hier met het nummer 28, ook nog eventjes in beeld, Taylor Hamill. En daar zien we met nummer 39 dan Roan van der Moosdijk. Die van heel ver moest komen en zoals gezegd een goede inhaalwedstrijd reed. En Jago Geerts, wie weet wat er gebeurd zou zijn als hij niet ten val zou zijn gekomen in die eerste manche. Toen reikte het dus tot een 3e plaats en nu heeft hij helemaal het heft in handen genomen. Er kan er eigenlijk helemaal niemand meer in de buurt van hem komen. Van Kraai. Dan met het nummer 49. Van der Moosdijk. De eerste ronde lag hij 10e. Maar kwam steeds verder naar voren. Die Jago Geerts. Foutloos rondgaan op de schans van het Ende. En Van Kraai, 5e was hij trouwens in de eerste manche. Van der Moosdijk zou nog 3e worden achter van het Ende, maar de winst kwam uiteindelijk terecht bij Jago Geerts. De eerste manche had ik een goede start, maar toen had ik gevallen en nog 3e kunnen worden. En de tweede manche had ik ook 2e in de uitstart. En nog eerst kunnen worden, dus heel goed. Ja, de tweede bocht ben ik gevallen. En bleef mijn gas hangen, dus toen moest ik als laatste starten. En moeizaam naar de 3e plaats gegaan. En het eerste jaar ONK en we hadden gewoon gehoopt op 5 en dat is gelukt. Ik stond de hele tijd 5e en de laatste manche ben ik nog naar de 4e plaats gegaan in de eindstand. Dus ik ben tevreden. Dan gaan we over naar de 125e C-klasse, waar de kampioen al bekend was. De kampioen zou Freek van der Vlist worden, maar eerst eens kijken hoe hij deze laatste wedstrijd zou rijden. Hij was er in ieder geval direct heel erg goed bij. Nou, en waarom kwam de titel bij Freek van der Vlist terecht? Omdat Paul Jonas er niet bij was. En geen Calvin van Vlaanderen. Calvin Vlaanderen trouwens. En hier kijken we dan naar Van der Vlist. Freek van der Vlist. 2 keer won hij de wedstrijd. Een wedstrijd in Halle. Stond ook in Gemert nog op het podium. Met een eerste plaats. En datzelfde deed hij ook in Rhenen en Markelo. Maar een paar rijders dus helaas er niet bij hier. Paul Jonas geblesseerd. Enkel blessure. En ook Davy Pootjes, die weliswaar geen kans meer had op de titel. Maar hij is er niet bij. Hij blesseerde zijn schouder in Valkenswaard. En of hij Freek van der Vlist echt bij had kunnen houden, ja, dat weten we natuurlijk niet. Maar de 17-jarige van der Vlist reed hier zeer sterk. Daar achter zich aan met het nummer 6, Ian van der Kolk. We zien dat trouwens ook op de rug met nummer 115, Cyril Genot. We hadden het straks al eventjes over hem. Normaal dus, we begonnen dit jaar in de 85e cc, maar nu de overstap gemaakt naar de 125 en deed het hier erg goed. Van der Vlist, nog steeds de sterkste in dit veld. Reed bovendien ook nog een tijdje geleden natuurlijk tijdens de Grand Prix van Lierop
mee in de 125cc-klasse. En won daar toen die wedstrijd. En deze Cyril Genot, die deed het daar ook heel goed. Werd daar derde. Achter Van der Vlist en Davy Pootjes. Het is een goed debuut voor Genot dus in die 125cc-klasse. Maar zijn teamgenoot Van der Vlist was toch echt wel een maatje te groot. Goed seizoen gedraaid in het EK in die 125cc-klasse. Hij werd zesde. We kijken naar Ian van der Kolk. En de beste Nederlander trouwens in het EK was Kelvin Vlaanderen. Hij werd derde in het klassement. De kampioen daar was natuurlijk Pauls Jonas. Maar Kelvin Vlaanderen reed dit weekend. Hier was dus een wedstrijd in Lichtenvoorde, maar hij reed in Duitsland. Van der Kolk goed op dreef. Maar zou uiteindelijk nog wat terugvallen. Naar de zesde plaats aan het slot van de wedstrijd. Hier Van der Vlist weer. Net eigenlijk als in de tweede mars van de 85cc deelde hij niemand in de buurt. Hier zien we nog eventjes Van der Kolk wel voor Cyril Genot. Maar aan de finish zou dat andersom zijn. Want Genot kwam nog sterk opzetten in de slotfase. En zou achter deze Van der Vlist uiteindelijk heel knap de tweede plaats pakken. En Max Engelen, ook hij reed heel sterk. Hij zou uiteindelijk de derde plaats pakken voor René de Jong. En Genot dus hier nog op de tweede plaats. En de winst dus voor de kampioen, Freek van der Vlist. 17 jaar dus. Eigenlijk wist hij al voordat hij startte in deze wedstrijd dat hij de titel had. Hij won bovendien ook de tweede manche voor Joël van Mechelen. En Cyril Genot werd daar derde. En we luisteren even naar Freek van der Vlist. Vandaag kon eigenlijk niet beter. Twee keer gewonnen met een redelijk voorsprong. Vandaag redelijk safe gereden. Heb ik geen fouten gemaakt eigenlijk. En ja, happy. Ja, misschien wel. En ik wist eigenlijk ook wel dat hij niet zou komen. Ik had al wat geruchten gehoord dat hij naar de ADAC zou gaan of wat dan ook. En nou ja, voor mij maakte het niet uit. Ik ben eigenlijk hier naartoe gegaan, ja, kampioen worden. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar ik ben er gewoon heen gegaan, net zoals altijd. Ik wil gewoon twee keer winnen en dat is het.